Waar was hij op het moment van de storm? Op een schip. Want ze hebben een schip met 9 man bemanning. En 5 duikers erop. Hij zegt, fantastisch mooi schip. En op zee. En dan varen ze van wrak naar wrak. En doen een duik 2-3 keer per dag. En dan s'avonds meren ze dan of weer aan. Maar aan boord personeel, die verzorgt hun eten. En dus ze zijn eigenlijk helemaal zelfvoorzienend. Het klinkt inderdaad als een prachtig avontuur. Dit toch iets meer avontuur dan ieder mens aan kan. Ja, inderdaad. Ja. Want ik heb de beelden gezien en ook inderdaad op het journaal gisteravond nog eens een keer. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Nou, daar loopt hij middenin nu. Ja. Ja, en hij heeft geluk gehad, hè? Hij heeft geluk gehad, ja. Ja, want ik heb hem nu vanochtend heeft hij gebeld. Vannacht belde hij om 2 uur. En van ja, hoe is het nou? Ik heb nu vanochtend heb ik hem nog een keer gesproken. Want we hebben geld overgemaakt naar hem daar, naar een Western Union Bank. Dat zijn vriend, dus heb ik gevraagd, ik zeg, hoe is dat dan gebeurd? Want ik kreeg gisteren via zijn vriendin te horen dat zijn vriend waarschijnlijk is overleden. Maar dat was niet bevestigd, van hoe is dat gebeurd? Nou, hij zegt, die storm werd zo hevig, dat is daar heel vroeg in de ochtend gebeurd. Dus het was volgens mij nog nacht. En toen hebben ze gezegd, van, nou, we moeten van boord van het schip af, we moeten naar het eiland. Ze zijn ergens aangemeerd en aan wal gegaan met z'n vieren. En Rinus is achtergebleven. Ik zeg, maar waarom is hij achtergebleven dan? Nou, hij had daar een goed gevoel bij. Hij wilde de kapitein en zijn bemanning wilde die helpen. En het schip is vergaan. En uiteindelijk, na 3 dagen dat hij daar op dat eiland verbleef, kwam de kapitein van dat schip kwam aan. En die wist te melden dat Rinus was overleden. Met nog 4 van de bemanningsleden. En dat Rinus aangespoeld was aan de andere kant van het eiland. En hij zegt, we hebben hem overgehaald met bamboestokken, een soort brancard gemaakt. Nou, ik heb mijn vader eigenlijk nog nooit horen huilen, maar ik had hem vanochtend had ik hem huilend aan de lijn. Ja. Dat echt verschrikkelijk, zegt hij. Dit is, zoiets had hij nog nooit meegemaakt.